Toen... Dus valt mijn blik nu op. Je gezin staat niet op de eerste plaats, je fiets. Ik hoor nog geen regels waar jij aan houdt, Chris. Ja, deze wel. Regel nummer 12. De juiste hoeveelheid fietsen die je nodig hebt bedraagt N plus 1, waarbij N het huidige aantal fietsen is. Dit is het officiële juryrapport wat we gaan invullen. De jury, Ria. Hallo. En ik. Jij steekt in alles af bij wat naast je zit, sorry. Er wordt hier behoorlijk gezondigd tegen de wielerregels. Dat is wel duidelijk. Net zoals het pompje. Het pompje. Het pompje hoort ook in je koersshirt en niet op je fiets. Hij is de criteriumkoning van Haarlem. Hij kan dat op die fiets. Ja, dan. Ja, ik wil meedoen. Kinderen. Kijk eens even. Wij doen niet aan genderneutrale rondemissen. Nee, wij nemen alleen maar mooie rondemissen. We zijn er bijna uit als jury, maar we hadden een last minute deelnemer. 37 strafpunten. Waarbij opvallend veel punten heeft gescoord. Met zijn S-saver, zijn gewone bril, zijn derde bidonhouder, zijn mountainbike schoenen. De titelverdediger van vorig jaar. Jorik, ik moet helemaal niks. Niks. 40 punten scoren voor zijn 1 plus 18. Dankjewel. Er schijnt iets niet goed te zijn aan deze fiets, wat is dat niet? Een Shimano groep op een prachtig Italiaanse fiets, die verdient echt zoveel beter. Chris heeft denk ik nog een 3 of 4 complete Campagnolo groepen in zijn schuur liggen waar hij niks mee doet. En ik vind als je commentaar hebt, als je het altijd maar beter weet, dan zou je ook daar iets aan kunnen doen, Chris, toch? Zullen we buiten beeld even onderhandelen?